Ja, ik heb een brilletje op, John. Maar je hebt een mooi seizoen gedraaid, hè? Ja, uitstekend. En nu ben ik Sint-Nicolaas Motocross. Straks al huldigingen nog. Wat beelden van de wedstrijden. Dus blijf kijken naar John van Beek op YouTube. Prachtig. Keurig in beeld gebracht. Dan kun je al goed zien. Ja. 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 Ja, je kan. Zit even heel naar de rode aan de camera. Kijk. Zo, ja. De camera, ja. Kijk eens. Mooi. Nou. Oh, nog eentje. Dat oh, nog eentje. Kom. Je mag zitten. Ja, wij zitten. Ja. Zo. Ja. 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 Oh, mooi, hè? Goed, je bent nou, jullie hebben allemaal kaartjes gekregen, kinderen en in ieder geval deelnemers. Die kunnen dat bij deze in de kantine rond bij Sint-Nicolaas. Ja. Oh, wat mooi, wat mooi. Ja? Oh, heel veel. Zo. Ja? Waar liggen de spelletjes in Sinterklaas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
Kom, kom niet. Ja? Nee. Kunnen we nog een keer winnen? Ja. Kijk, leg je nu erop, dan heb je al helemaal boel. Nee, Piet. Ga maar zitten, jongen. Ja? Weten we allemaal wat hoe het moet? Ja! We gaan op de start zijn van Sinterklaas. Hè? Allemaal pepernoten erop leggen, maar ook snoepjes. 2, 3. Ja. Pieter mogen een beetje helpen, hoor. Pieter mogen ook een beetje helpen. En mama's mogen helpen. Hoe gaat het hier? Het ziet al heel goed gaan hier. Ja. Bingo! Bingo! Ja, ongeluk! Weer het prijs! Weer de eerste! Oh. Welk liedje gaan we zingen? Ja, de anderen mogen wel afmaken, Piet, hè? Ja. Ja, we gaan het allemaal even afmaken. Sinterklaas kapoentje. Nico! Dat gaan we ook al klaar. Ik wil nog een cadeautje verdiend hebben. Ja? Voor als de een in de vaatwasser zit, moeten ze toch nog een cadeautje hebben, denk ik. Nou, hè? Heeft helemaal gelijk in Sinterklaas. Ja, dan hebben ze een reserve. Sinterklaas is de liefste vader. Oh, dankjewel, jongen. Ja. Ja, hè? Krijgen jullie nog een cadeautje met de Sinterklaas? Cadeautje, Piet, pak alle cadeautjes. Ja. Yeah! En we gaan nog wel even zingen, hè? Welke zingen we? En dan gaan we zingen. Sinterklaas kapoentje, gooi dat in mijn schoentje, gooi dat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne bonne bonne, gooi wat in mijn lege lege tonne, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje! Applaus! Applaus! Waar is de cadeautjes? Hier zijn de cadeautjes. Kijk eens, allemaal nog één. Wat zit erin? Rustig!
Als er één in de vaatwasser zit, papa, heeft u er nog één op reserve? Ja, als er één in de vaatwasser zit. Laten we het even zien, natuurlijk. Oh, dat vind ik niet aan. Wauw. Is goed gegaan? Ja, is helemaal goed. Ja? Ja. Is de baan zwaar of niet? Ja, viel mee. Viel mee, ja? Het wordt natuurlijk wel slecht nou, denk ik, of niet? Ja, dat wel. Veel regen vallen hier in. Ja, dat zeker. Oké. Okay. Hey, veel succes in de tweede maand. Jo, dankjewel. Wat voor klas is dit? MX2B. Oké, 2B. Oké, bedankt. Jo. Ja. Wil je nog een beetje vallen houden? Je maakt team, geloof ik, hè? Zeker. Je maakt team weer, hè? Ja, zeker. En dit is echt weer besteld? Ja, jij wel. Ja? Nee, dat is het. Hé, hey, hoe is het gegaan trouwens? Hoe is je naam? Ja, het is goed. Oké, okay, en hoe is het eerste meisje gegaan? Ja, ik ben gevallen. Ja, gevallen? Ja. Dat kan gebeuren toch? Ja, zeker. Hoe ligt de baan erbij trouwens? Ja, mooi. Ja? Komt veel blubber of valt mee? Thuis. Ja? Ja. Heel veel succes met de tweede meisje. Ja, dank u wel. Ja. Goedemiddag. Even kijken wie er gebeld heeft, ja. Wordt allemaal bij, hè? Wordt allemaal bij. Ja. Hoe is je naam trouwens? Dat is cool. Oké, okay, wat kon je gedaan? Bij je. Oké, okay, wat? 78, toch? Bij je raam? Ja, bij je raam. Hey, luister, en hoe is het gaan eerst maandje? Ja? Heel succes in de tweede maand, ja? Ja, dat is goed, hè? Goed. En niet vallen, hè? Ja, goed. Dag. Goedemiddag, we zijn hier bij MZV NOV eerder geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Sinterklaas geloof ik, hè? Ja. Hoe is je naam trouwens? Davy Nieuwhuizen. Oké, okay, waar kom je vandaan? Nieuwkoop. Oké, okay, Nieuwkoop. Is dat gauw naar die kant op? Ja. Oké. Okay. Hey, en hoe is het gegaan trouwens de eerste meis? Wow, het ging wel goed. Ja? Ja. Hoe ligt de baan erbij? Nat, maar ja? Goed, goed te doen? Ja, ja, oké. Okay. Dus hiervoor allemaal een beetje glibber en hè? Doen we kleien, ja, maar ja, goed. Er is veel regen gevallen hier vandaag. Ja, hè? Zeker. Ja, we overal het land gelopen. Hoort er een beetje bij, hè? Ja, precies. Oké, okay, hey, veel succes in de tweede maand, ja? Ja, dankjewel. Ga je goed, hè? Iets verder omhoog, iets verder omhoog. Goed zo! Twee telefoons, ja. Voor de prijs van één. Goedemiddag. Kun je nog een beetje volhouden hier? Ja, mooi, hè?
Er zit helemaal geen smeer op. Dat is mogelijk, hé. Hebben we moeder voor, hè? De poets. Oh, de poets is niks. Oké. Succes hier, hoor. Ik ben al klaar, jongen. Wacht, jongen. Ik wil je wel even helpen, weet je. Kijk eens. 193. We gaan straks over in de schuur. Motor van Kimberly Braam. Dus kijk eens. Kawasaki. Ja. Kimberly, alles voor elkaar, hè? Goed bezig, Kimberly. Ja. Ja, goed. Thank you.
Nou, ik was 5. Kopgroep kon ik niet bijhouden, maar voor de rest ging het wel goed eigenlijk. Tevreden. Hey, veel succes in de tweede maand, ja. Gaat er even. Ja, dankjewel. Uit Halle. Halle ook, oké. Okay. Ja, dat is mijn zusje. Oh, zusje. Ja, wel goed. Alleen de bril was begonnen, dus moet je bril al heel snel afdoen. Ja, dan krijg je al dat zand in je gezicht. Ja, tuurlijk. Ja. Valt het niet mee, hè? Nee. Oké, okay. Veel succes in de tweede maandag. Dankjewel. Laatste wedstrijd vandaag, hè? Ja. Oké, okay, bijna 5 uur over. Zo donker, je hebt geen verlichting op de motorboot. Nee, geen verlichting. Nee, dat is duidelijk. Oké. Okay. Ja. Hey, nou, succes in ieder geval. Dankjewel. Kun je het vanavond vinden, Ernst? Ja, denk ik wel. Hè? Hoe wil je het zeggen? Wat kun je het vanavond vinden? Nog 200. Oké. Ja, oké, ja, hè? 88, allemachtig, prachtig. 88. Hè? Ja, bent u nog niet op leeftijd? Nee, hè? Ja. U bent wel, wat moet u gedaan? Loenen? Ja. Loenen aan de vecht? Of? Loenen Veluwe. Oh, Veluwe. Lijkt wel Loenen aan de vecht, hè? ja, wacht hem op. Hey, hoe is het gegaan trouwens, eerste maand? Zwaar. Ja? Zwaar voor opa. Ja, oké. Okay. Je bent op leeftijd, denk ik, hè? 52. Oh, mooi. Ja, dat is niet erg. Kom maar mee, toch? Ja, nee, je bent zo oud als je voelt, hè? Ja, dat doe ik. Gaat het om. Je komt er rond, hè? Daar gaat het om. Gaat om de rol, hè? Ja, dat gaat voor de hobby. Ja, alleen maar. Ja, goed. Oké. Okay. Hey, veel succes in de tweede maand, ja? Dank je. Ga deze. Ik ga gelukkig op de lijn, denk ik. Ja? Alweer? Ja, maar een hele dag al, hè? Oké, de middag. Thank you.
komt op de start van NSV. NSV en Aderhout als dit zegt, kunt u zich luisteren. Van de gereden wedstrijd via Loopboord. En groen licht. Live bij Johnny Money, een van de betere. Johnny, zeg maar niet zo, hè? Een van de betere. Dank je wel. Komt dat aan de andere kant? Ja, heeft u het bonnetje? Ja, is goed. En allereerst gaan we starten met de dagprijzen. Sinterklaas zal de degens uitreiken, assistentie van de Piet. Het boek is gelukkig weer terug, want die was van de week helemaal veranderd in water. Ik weet niet of je het gezien op tv. Maar het is gelukkig goed gekomen, Sinterklaas. Goed gekomen, nee, alle namen hebben we nog niet weer teruggevonden. Maar dat komt volgend jaar heel goed. Heel goed, ja, alle namen weten, ja, het is allemaal uitzicht geraakt door water. Maar, u heeft het goed geheugen, dus niet. Voor ik ga hier in de bril zitten, zit ik naast in een andere kleur, maar dat heeft te maken met de feestdag vandaag. Want ja, je bent even naar ons binnengekomen. Dus vandaar dat ik aan de roze lichtbril gepakt. Om het feestje een beetje mee te vieren. Ja, nou, dan gaan we beginnen. En dan gaan we de bekers uitreiken. Dan moeten we even iemand hebben die de bekers pakt natuurlijk voor u. Ja, nou, dus Willem, we beginnen met de 65 steek kleine binnen. Daar hebben we twee prijzen in te verdelen. En dat is Danny Koops die uiteindelijk tweede is geworden. Dat is voor Scott de Maaier. Ja. En dan, nee, dat is de tweede prijs. De derde prijs is er niet, maar de twee bekers. Dus gaan we even omruilen, krijgen een afgelopen beker van Sinterklaas. Ja. En dan, ja, we even kijken als we een beetje leren, want die letters zijn er ook bij. Mike, de wilde. Goedemiddag, Mike. Goed zo, jongen. Keer gedaan. Ja, en even op de kiek met Sinterklaas. Heel goed. Pietje erbij. Ze zeker op de pieten. Daar is nummer 3 geworden, Cole Veneraal. Is die er nog? Nee, dat is daar. Derde plaats. Nou, die loopt er mooi heen, dus. Nummer 2, Carbet. Is Carbet er ook? Die is aan huis. Ja, oké, die neemt die meneer mee. Dan gaan we naar de winnaar. Dat is Van Dijk geworden, uit Houtenwijk. Kom maar, dat mooi van Rijken naar de wijk, hè? Dat komt allemaal mooi van elkaar. Ja. En applaus natuurlijk voor deze man. Dat is de 85 gezicht bij de wielen. Ja, en dan gaan we naar natuurlijk Van der Maarten. Die is nummer 3 geworden. Keurig jongen. Maar bij de eerste die heeft de hele morgen bij de kassel gezeten, dat is ook al belasting. Maar hij heeft er wel in de prijzen gelegen. Dat denk je toch? En dat is ja, thuisbestrijd. Kommer Espo, die heeft een hele rit gemaakt. Dat is, ja, kan ik moeilijk lezen, ik wil het lezen wel, want die zijn zo klein, want die leven er voor mij, die zijn niet goed. Dat zijn de aangezienen van ouderen. Dat is niet te lezen. Ja, Roan Toosma, Roan nummer 2. Roan. Ja. Ik denk dat hij een ander leven moet hebben, maar dat komt niet goed zo. Nee, echt niet. En dan hebben we de winnaar van vandaag, is Remsdijk. Die heeft de doodprijs. Ja. Heel graag, jongen. En de felicitatie van Sinterklaas natuurlijk.
Ja, gaan we door met de volgende klasse kroon. Daar is schijnlijk op de tweede plaats Jordi de Vries. Jordi de Vries. Ja, en die is geblesseerd uitgegaan, dus hij wordt even op kans genomen. Ja. Ja, pak maar aan, jongen. Kijk eens mooi. Nou. Ja, Sim, en dan hier heel iets bijzonders. Even een plaatje. Mooi, hè? Ja, keurig. En dan hebben we twee gewonnen. Van der Streek. Daar is Van der Streek, Sinterklaas. Ja, dat is een echte Van der Streek. Ja, die kwam er over toe. Ik kan machtig mooi zingen, die Van der Streek. Ja, ik kan mooi zingen, Sinterklaas. Ik kan het heel mooi zingen. Ja, Sinterklaas, hè. Dat lijkt me wel dat ik kan zingen. En dan gaan we naar de winnaar. Asscher hier, staat hier, Asscher is niet goed, volgens mij. Daarom loven voor jou, je hebt een goed leven. Ja. Tjom, wat kan je dat zeggen? Elias en Claire, is de winnaar geworden, Elias. Mooi. Ja, Kees, kom maar even met de droom. Dit is een droom van jongen, jongen. Even kijken als je wil, hè? Ja. Kom voor de door die wat we letten zijn. Geweldig man. Hé. Ja, dan heb jij eigen droom van deze. Applaus voor de mannen. Ja. Er is hier moesten wat over te zijn. Die vond daar een raar ook. We waren net in de zittingtrein, hè, van hoog die klasse. Maar goed, dat zijn de beste drie. Jan op de gaan. En hier op de... Ja. Ja, Jan, die kijkt ze in de gaten en die denkt, moet je wel vertrouwen of niet vertrouwen? Ja, zit ik maar zelf vertrouwen hoor, maak je niet bang hoor. Ja, komt alles goed hè. Hij kijkt zo na naar je, hè. Hij denkt zo. Hij is een beetje bang. Ja, dan gaan we naar nummer 2, dames en heren, dat is Koers geworden. Onze Koers uit Oldermat. Waar is dat plaatje? Waar is het plaatje onder wat? Achter Spinder. Achter Spinder. Oh, ik zeg al, ik denk, tot voor Dickie. Nou, Sinterklaas, die wist het wel, maar goed. Ja. En dan gaan we naar de winnaar, dames en heren. Dat is geworden. Kas de Krasse uit Meijer. Kas de Krasse, mooi, hè? Mooi, dankjewel. Ja, makkelijk uit Meijer. Dat is ook een bijzonder plaatje. En natuurlijk een groot van de mannen nog op die passen. Jawel, Maxime Bakker is naar huis met Snijer, Bram de Snijer. Met Alkberg. Maar Bram is er nog, ja, Bram is er. Ja, Bram, je wordt welkom door Sinterklaas in de video. Is je wel eens hier overgekomen of niet? Ja, hier overkomen bij de groep. Nee, de eerste keer in de geschiedenis. Ha, ik kan het bijzonder. Ja, we hebben het ook eens. 18 november 2017. De Bram de Snijer verwelkomd door Sinterklaas. Ja, heel bijzonder toch. Ha, ja, hoort erbij. Dan gaan we naar de grote winnaar van vandaag, dames en heren. Kom maar door voor de Timmens Carrier, Timmens voor de naam. Hij is de winnaar geworden, Timmens dus. Timmens, hallo, ben je er? Ik denk die blijven met die dingen. Kijk eens, mooi hè? Ja. En natuurlijk een applaus voor de mannen van de MC B-klasse. Nou, dat gaat goed. Marco, helemaal. We zien er nog Marco op deze Nederlandse. Ik denk dat hij daar is. Dat is heel bijzonder hè? Ja. Daar zit ik naast en zijn veteraan die... Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel meneer. Ja. En nu mag ook de vorige plek naar de twee. Ja, mooi Sinterklaas. Die man is hier altijd met Sinterklaas toch, hè? Heel bijzonder. Ja. Altijd. Hij is allemaal leuk, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb gehoord dat hij wel geweldige stem had. Ja. Ik ja. Maar ik zing altijd vieze liedjes, dus dat komt niet goed. Oh, denk, oh. Hij is wel zo slim dat hij zegt. Ik heb hem mee naar Spanje. Oh, je zingt dat het... Ja, bijzondere liedjes, ja, zelfs. Nou, maar ik kan het zeggen. Zie, ik kan geweldig goed zingen, man.
Vele vrouwen. Ja, ja. Hartelijk gefeliciteerd. Ja. Ja, alleen de net maar zo'n opleiding dat kan zingen. Kan hij zingen nog echt? Ja, hij kan een vieze liedje zingen, maar heel lekker. Goeie. Ja, applaus voor de mannen, veel dragen. Hier zijn twee honderden, Jeroen de Jonge en Brummen. En dan ben ik er mee gedaan. Wat een wedstrijd, zeg. En ik schreef in. Jeroen de Jonge is hier nog. En dat dacht hij na. Uit Koning, zegt hij. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. We hebben hier een hele oude uitslag. Superklasse. Sinti mag er één keer even in halen. Dan komt hij hier misschien wat heel veel. Nou. Ja, zie je ook nog, hè? Je hebt twee maal snel, hoor. Goed, hoor. Ja, je kan heel veel liedjes zingen in de radio, hè? Maar in de superklasse. Maar die mannen kan je niet hoor. Haha, grote kinderen van mij, jongens. Ja. Ja, ik kijk Sinterklaas aan mijn mama. Nou, Sinterklaas. Ja, hier mag je, hier krijg je Sinterklaas. Ja, dus nogmaals hartelijk gefeliciteerd voor de tweede plek. Maar het is het eerder gegeven dat jij dan nog niet zo nauw neemt met de regels in de club. Klopt dat? Klopt. Ik heb geen idee. Nou, vast dan. Staat het er echt in, Sinterklaas? Ja, het staat in mijn boek. Ik krijg geen cadeautjes. Nee, ook dat niet. Nou ja, misschien wel, maar een kleine straf denk ik, dat je even een liedje gaat zingen. Okay. Ja? Misschien dat ik Piet even meer wil doen? Sinds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Nou, dat is goed. Ja, ik denk dat het goed is. Ja, die kinderen zijn allemaal volwassen groot geworden. En, ja, hier aan het leren, maar zijn die handen op kinderwijs. Ja, en de voetsporen en al die sporen zitten al in Zandvoort. Nu vandaag even mij weer actief hier in Sint-Nicolaas. Allemaal superklasse. Ik ben de plaats Marco Koolen uit Nessendorf. Ja, ik wil graag maar doen hoor. Als treintje hier vandaag. Ja. En dan hebben we op de tweede plaats een kinderhuis. Komt bij Vroeger Zoons. Ik behoor in de Orkos in de Gaas, Bart Stolkerven. De man is gewoon, ja, vaste carrière. Ga je missen. En dan hebben we de winnaar Rick Bouvoort uit Nijverdouw. Vier aan de schenen gelegd, zeg. Ja, ja. Het ging wel 100 seconden, zeg. Ah, mooi dat zei, dat zei je. Voor de kwartsmaat. Applaus voor de mannen. Ja, dank u wel voor de applaus. Even rustig aan doen, hè. Eerst vanmiddag al in Nederland aangekomen natuurlijk. En dan hier de hele middag. En ik denk dat de Pieter het ook wel een beetje moe zijn vandaag. Dan heb ik natuurlijk wel veel meer Pieter bij me, maar we zitten zelf ook wel een beetje moe. Ja, met het idee dat je rustig weer hebt. He, ben je gaat komen en morgen weer op zondag? Morgen weer en ja, tot al de 5 december, hè? Tot de verjaardag. En dan, maar de kinderen mogen natuurlijk dan wel allemaal hun schoen zetten. Dat gaan we Pieter doen, dus vanavond. Ja, dit is wel leuk wat al die jaren al loopt. Hè? Bij winkels en bij mensen thuis. En, ja. Dat is toch altijd een leuke terugkeer. Maar ja, je mag blij zijn dat je al die Pieter heeft, anders kun je nooit bij zondag. Nee, ik heb een heleboel Pieten en die helpen me enorm, maar anders dan gaat het niet lukken. Nee, dat, inderdaad, dat klopt. Ja, zijn ze gezien de leeftijd helemaal? Nee, het wordt steeds weer ouder, hè? Elk jaar weer een jaartje erbij. Maar ja, dat geldt voor ons allemaal natuurlijk, hè? Absoluut, ja, dat geldt zeker voor ons allemaal. Dat is jullie naast. Ja, we wachten even en dan gaan we even. Ja, maar dan moet je het toch geloven, hè? En als je dan bekijkt van wat er allemaal gebeurd is afgelopen week, je kunt er een beetje een volg maken. Ja, jullie hebben niet maar gehad op die boot. Nee, de hele boot ging helemaal heen en weer en ik was echt geen ziek groot. Ja, het is gebeurd dat de kinderen helemaal rustig worden, want die kijken naar het journaal. Die denken, mijn cadeautje die raakt aan het aan. Je denkt, nee. Ja, dat geloof ik graag. Die overal gaat zoeken en doen, dat is de grootste mogelijkheid aan. Ja, dat betekent dus dat de kinderen rustig mogen blijven, kunnen blijven. Want de cadeautjes komen wel op de plek.
Ja, dat regelen wij als Pieter zijn, dan komt dat allemaal goed. Heel goed. Ik wil nog een aantal. Ja. We zijn al helemaal, dat is wel zo. Een fijn plek hier, hè? Maak ons prima. Ja. Met z'n tweeën in de keuken gezellig, hè? Ja. Twee dames, hè? Ja. Oh, met z'n drieën. Ja, mag er ook bij. Ja, ja. Ja, ja, is leuk, toch? Ik vond het prima. Gezellig. Gezellig. Ja. Dag, Maasselman, hè? Zwarte Piet, hè? Ja. En dan weer, dit is een buitenlander gemaakt. Ja, verder praat je helaas. Nieuwenhuizen is nummer 2 geworden. Nieuwenhuizen, nummer 2. Veel gedaan, jaar al. Mooie wedstrijd van vandaag met z'n allen. Mooie strijd ook. En Nieuwenhuizen, ja, die zat dus al eens denk ik naar huis toe. Ja, helemaal andersom. En zo hebben we dus, ja, mooi weer zo. Goed, net voor de dingen. Ja, hé, hé. Goed zo, jongens. Nou, dan hadden we die kant doen. De clubkamer, jongen. Veldhuis. Jans. Tweede plaats, Kai Zijlstra. Die zijn helemaal weg. Riemers is ook weg, denk ik. Ja. Die zijn allemaal vertrokken met de Noorse Hulp. Maar die zijn al vroegtijdig vertrokken. Zeker komen dan terecht, kleine wielen. Wessel van Wijk met nummer 3. Nummer 2, Rotter van Drunen, is er niet. Sim Terpinaar met de kampioen. Moet ik van Wessel van Wijk meenemen? Terpinaar. Moet ik die beker van Wessel meenemen? Van Wessel? Van Wessel? Wessel van Wijk, ja. Nou, die kan hij mooi meenemen, want dan kan hij toch wel. Die is er niet. Alex Carmets met tweede clubkampioenschap. Die is ook weer verloren. Rick Koerhuis. Nou, Ho met nummer 2. En Jorik de Hollander met clubkampioen. Maar hier is ook een eister. Oké, recht 2 al 3 bedoel ik. Dan hebben we Stef Neslaar, is ook niet aanwezig. Wel is aanwezig van de stekende oorlogbroek, denk ik. Of is heel wat in orde zal getrokken. Nee, dat is een kastje zeker ook niet. Ja. Ja. Oh, ja. Keer en zo. Ja, en natuurlijk de kant van de beker. Applaus voor de vereniging. Ja, met nummer 3. Ja. Misha Baks met nummer 2. Ja, die. Kijk, dat is mooi. Die mannen die blijven toch mooi. En de kampioen, dames en heren, bij de Hilde Krasse is geworden, Kas de Krasse. Kas de Krasse is er. Ja, de Hilde Krasse is er wel, hè. Ja, ja. Ja, heel mooi, jongens. En zo hebben we mooi 3 van die rijders op het podium. En natuurlijk aan Vreselen van Marijn, Hilde Krasse. Ja, mooi, hè. Dat is mooi. Even een. Wat doen we dat? Oh, zo, hartstikke leuk. Onvoorstelbaar. Wat een kussie. Ja, mooi hoor. Ja. Weer een officiële overging hier, hè? Ja. Ja.
dat in de schoen heb gezeten. Nummer 2 is Albert Roodstegen, die is er zeker nog. Albert Roodstegen. Timmans is de clubkampioen geworden. En dat is 1-2. Timmans. En Timmans heeft ook nog gezellig aangekomen naar natuurlijk. Die bij zijn van Sinterklaas. En de Pieter. Ja, maar weer een beetje joh. Godverdorie, ga maar door. Vrij schiet hoor. Maar de kranten komen helemaal boven staan met Timmers straks. Ja, vraag ik dan wat, je weet het maar nooit. Nou, Robert Klunderen, jongen. Ja, Robert, jongen, de Klunderen. En Robert Zwerg 2. En we hebben dan Lene van Velzen met clubkampioen. Waar komt Lene voor aan? Dit keer begint het niet te zingen als dat Sinterklaas. Nee, nee. Ja. Nou, nu gaat dan weer de bekers. Keurig aan en naar brood voor veteraan kampioen Lene van Velzen. Jelmo Sneller. Dan hebben we nummer 2, Henk-Jan Nolwijs, maar die zal het niet zijn. En de clubkampioen van het seizoen is hier Echo Girl. Ja. Ja, goed. Zie. Ja. Henk-Jan Nolwijs is er wel. Ja hoor, hij is er wel. Wat ben je laat, jongen? Wat ben je laat? Ja, Echo Girl is aan de laat. Ja, hij zegt in Sinterklaas en ook. En hij is er dus. De clubkampioen van Westen die dus. Ja, dat is de superklasse. Dat is de einde van de middenklas. Jesse van Leeuwen. Toch nog weinig in de superklasse op de tweede plaats. Ruben Kroon. En als clubkampioen is het uitgeroepen Mitchell van der Isselberg. Ja, Jesse die was er echt, die denkt ja, nou ja. Ja. Zo. Ik kom er even die. Ja, kom maar bij dit Mitchell. Toen hadden we met je situatie ook even lachen. Zo. Zie. Ja, wat voor zit de situatie niet meer uitbreken, hè? De leeftijd. Ja, en dat zijn ze dus, de beste. En de allerlaatste, de 21e plaats, Bart Steenbergen. Wil jij dan mij? Riek Dauvoorde. En Kwas is ook volledig uitgegaan. En Max Groene was de clubkampioen. De Big Ruiker. En mooi van elkaar gekregen, Max ook. Ja, ja, de Degen. En Fisjoli heel strak, want ja, ik zag er al. Even begonnen misschien. Bonnie, ik ga een aanvulling. Haar is hoor. Nou, dat is geweldig. Dankjewel namens het bestuur. Bedankt voor heel veel voor je komst. Het was een bijzondere dag, denk ik, voor u. Maar ook voor de team. Ja, het was een hele bijzondere dag. De afsluiting wil ik dan graag even een woordje doen. Ik heb nog wel wat uit mijn boek kunnen redden natuurlijk. En ik wil bij deze even zeggen dat na een geslaagde Sinterklaastocht, waarin je niet meer dan genoeg kan bedanken aan alle vrijwilligers die hier elke zaterdag, heb ik begrepen, hier staan. En dat zijn natuurlijk allemaal schakels, want hoe kan een wedstrijd slagen zonder de inzet van alle deze vrijwilligers? Het begint ook bij het plannen van de wedstrijd en het eindigt bij de uitreiking van de bekers. Hiertussen zitten natuurlijk enorm veel schakels, waaronder de kantine, de vrijwilligers die het terrein onderhouden en, zonder, en de vrijwilligers die de start verzorgen, de plaggenisten en de wedstrijdleider. En ook, waar zouden we zijn zonder de omroepen? Zou je daar een saaie dag krijgen, denk ik. En alle mensen die overige klussen voor hun rekening hebben genomen en nemen nog steeds. En ja, misschien ben ik nog een aantal mensen als schakels vergeten, maar hierbij ook jullie dank. Dan wil ik natuurlijk ook de voorzitter, heb ik begrepen dat hij er vanavond niet bij kan zijn wegens ziekte. En dat is zeer spijtig, want daar had ik ook nog een stukje voor. Maar ik begrijp dat hij dus hier een hele dagtaak heeft van allerlei functies die
uitgevallen zijn, of in ieder geval vergunningen regelen, noem maar op, al dat soort dingen. En ik vraag daarna een enorm makkelijk en hartelijk applaus voor alle vrijwilligers en natuurlijk ook de voorzitter die er nou niet bij kan zijn. Dankzij deze mensen kunnen we deze dagen zo hier doorgaan. Applaus. De organisatie van hartelijk bedanken dat wij hier vandaag mogen zijn op deze mooie krasbaan. Wij zijn hier zeer welkom geheten. Het is ons aan niks ontbroken. We hebben enorm naar onze zin gehad. En ik zou zeggen mensen, wel thuis en tot de volgende keer. Ja, Sinterklaas, ik kan mij mooi bij deze woorden afsluiten. Ik wens u natuurlijk hele fijne dagen. En natuurlijk welkom in Nederland op 5 december, de goede reis terug naar Spanje. En we hopen u namens NSVOV volgend jaar weer te mogen begroeten. Dan bent u weer een jaar jong. En ik denk het ook. Ja, allemaal. En ja, het was voor ons hebben we natuurlijk een gezellige dag samen met Pieter. En we hopen dat de dubbele finale Sinterklaas op de motor. Als afscheid van LSVRV. Doe je best! Sinterklaas, het kan niet hoor, het staat op de motor. Ik wil ook zeggen, John, voor je bedankte bijdrage, die wordt heel vaak vergeten. Maar ik moet erbij zeggen, samen met elkaar zo die is, om steeds maar die wilde te krijgen voor het kampioenschap van LSVRV op de motor. Ik wens je ook in 2018 heel veel plezier in je filmwerk. Op het grote werk, WK's van we hebben weer gezien. Dus maatjes, alle wedstrijden. Dankjewel, John van Beek. Namens hem en VLV. En ik wens jou goede kerstdagen. En natuurlijk ook een hele fijne avond. Applaus voor de cameraman. Wel, John van Beek.